Nederland heeft natuur die van internationaal belang is. Moerassen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Nederland en moerasvogels, die horen bij elkaar. We zijn in Nederland veel van het oorspronkelijk moerasland kwijtgeraakt. Moerasvogels raakten daardoor ernstig bedreigd. Wat er nog aan leefgebied over was, verloor veel aan kwaliteit. 10 jaar geleden kwam Vogelbescherming met het beschermingsplan Moerasvogels. Nu, 10 jaar later, bezoekt Bernd de Bruin van Vogelbescherming 3 projecten van weleer. De Nieuwkoopse plassen worden beheerd door natuurmonumenten. Vogelbescherming hielp 10 jaar geleden met het verbeteren van het gebied voor alle moerasvogels. Ja, ik vind het leuk om hier weer te komen, Martijn, al die jaren. Ja, het is lang geleden. Het is ook echt heel erg veranderd. Ik ben benieuwd of je het nog herkent. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het erbij ligt. We moeten maar even aan land gaan. Gaan we doen. Ja, hier is het, hè? Ja, zeker. Kijk, kom maar. Even weten dat voor die moerasvogels het waterpeil eigenlijk cruciaal is. Hè? Hoe pakken jullie dat hier aan? Nou, dat is eigenlijk best lastig hier. Eigenlijk die hele Nieuwkoopse plassen, daar is het pijlbeheer is afgestemd op heel veel functies. En ook een beetje op natuur. Maar In de praktijk houdt het gewoon in dat het niet perfect is en dat er niks mee gebeurt. En hier, in dat stuk wat we hebben ingericht, daar hebben we het waterpeil gewoon afgestemd op de natuur. Dus als het nat hoort te zijn, is het nat. En als het droog hoort te zijn, is het droog. En dat werkt perfect. Als het nodig is, pompen we water vanaf daar, die kant op. En als het niet nodig is, dan zetten we de molen uit en dan mag het lekker droog worden. Ja. Weet je nog, toen we hier 10 jaar geleden stonden, hoe het hieruit zag? Ja, ik weet nog heel goed, ja. Het was gewoon een verruigd boerengrasland. En nu ligt er gewoon een geweldig moeras. Het is echt super om te zien. Ja, hoe heeft zich dat nou ontwikkeld zo de laatste, 9 jaar dus ongeveer? Nou, vooral de eerste 3 jaar is het heel hard gegaan. Mm-hmm. Het is echt een explosie van moerasvogels, kleinste waterhoen. Roerdomp, snor, hele aardige aantallen. En daarna is het weer een beetje ingekakt, moet ik zeggen. Ja, nou, je ziet natuurlijk vaak bij moerassen, hè, dat die successie die komt eraan. En die vegetatie die gaat zich vestigen. En daarmee verandert die vogelgemeenschap ook naar iets nieuws. Het mooie hier is natuurlijk dat je, dat je kunt ingrijpen met het waterpeil. Hè. Hoe hebben jullie dat gedaan? Jouw verhaal klopt helemaal, ook hier in dit gebied. En we hebben gezegd, nou, dan moeten we iets met dat waterbeheer gaan doen. Niet de hele tijd zo hoog mogelijk proberen te houden. Maar ook meerdere jaren gewoon zorgen dat op tijd dat water weg is. En dat dan die vegetatie tot bloei kan komen. Dat er geen ganzen al het riet kunnen opeten. En dat gewoon überhaupt er geen verstikking van de wortels plaatsvindt. En dat lijkt goed te werken. Leuk. Hey, en we hadden toen dat project eigenlijk een beetje opgehangen aan de purperijger als ambassadeursoort. Hè? Wat heeft dit project nou voor die purperijger betekend? Voor specifiek die purperijger, Bernd, ik weet niet of dat echt geholpen heeft, dit project. Ik denk dat ze hier al wel waren om te forageren. En ik weet niet of dat nou veel meer geworden is. Die andere vogels, top. Mm-hmm. En die waren hier misschien anders ook, of waarschijnlijk helemaal niet eens geweest. Maar dit specifieke stukje moeras heeft niet zoveel geholpen voor de purperijger. Maar, omdat jullie dit project financierden, hebben wij van Natuurmonumenten gezegd, er ligt hier een grote kans, niet alleen voor purperijger, maar voor heel veel moerasvogels. Mensen kunnen hier gewoon met een boot varen. En we hebben aan de hand van dit project besloten die route te verleggen. Daar moesten we een stuk grond voor aankopen en een waterweg verleggen en noem maar op. Met de streek even goed afstemmen. Maar dat hebben we gedaan, voor elkaar gekregen. En dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel graslanden die hier direct aan grenzen nu veel rustiger zijn. En daar forageren die jonge purperijgers precies, precies. Ja. Vooral die jonge purperijgers die gebruiken dat, die graslanden waar beschermde Noorse woelmuizen zitten, die ze dan lekker opeten, maar dat hoort erbij. Ja. Die gebruiken dat vooral in het najaar heel erg om te forageren. Dus dat is wel toch een grote plus. Okay.